Dit is het nieuws van de week, een journaal van de NOS in makkelijke taal. En ik ben Simone Wijmans. In dit journaal gaat het over het luchtalarm. De sirenes zijn straks niet meer te horen. En we laten zien dat de legers van Nederland en andere landen met elkaar oefenen. En we vertellen over een apparaatje dat mensen met de ziekte diabetes kan helpen. De sirenes van het luchtalarm gaan verdwijnen. Dat heeft de minister van Veiligheid besloten. Ervoor in de plaats komt een moderner alarmsysteem via mobiele telefoons. Dit zijn apparaten van het luchtalarm dat nu nog wordt gebruikt. Ze staan op palen of op het dak van hoge gebouwen. Meer dan 4000 staan er door heel Nederland. Als er iets ergs gebeurt, zoals een ramp, dan is het belangrijk dat veel mensen dat gelijk weten. Dan laten de palen een harde sirene horen. Elke maand wordt getest of de sirenes het nog doen. En dat klinkt dan zo: Er bestaat al een luchtalarm sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen werden de sirenes gebruikt om de mensen te waarschuwen voor bommen. Na de oorlog gebeurde dat ook bij grote branden of bij giftige stoffen in de lucht. In een filmpje werd uitleg gegeven: als er ernstige gevaar dreigt, gaat de sirene. Als u die hoort, ga dan direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of de televisie aan. Maar de sirenes gaan dus stoppen. Want volgens onderzoekers is er een betere manier om mensen te waarschuwen, namelijk via de telefoon. NL-alert heet het systeem en daar wordt al mee getest. Als er iets ergs gebeurt, zoals een brand of overstroming, krijgen mensen die in de buurt zijn een hard geluid en een bericht op hun telefoon. Dit NL-alert is volgens de onderzoekers beter dan het luchtalarm omdat meer mensen het krijgen. Er meer informatie gegeven kan worden zoals wat er aan de hand is en wat je moet doen, er preciezer kan worden bepaald op welke plek mensen de waarschuwing krijgen en de informatie ook begrijpelijk wordt gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen of mensen die een andere taal spreken. Het NL-alert is de afgelopen jaren al vaak gebruikt, veel vaker dan het luchtalarm. Bijvoorbeeld bij een heftige schietpartij in een tram. Toen er vorig jaar een grote storm was, midden in de zomer. En toen er een hooiberg in brand stond, dicht bij een stad. Niet iedereen vindt het een goed idee om met het luchtalarm te stoppen, zoals deze man. Hij heeft voor zijn werk veel te maken met veiligheid. Hij wil dat de sirene en het NL-alert allebei worden gebruikt. Ja, ik vind het eigenlijk niet wenselijk dat de minister de sirenes. We hebben de telefoon, maar die bereikt niet iedereen. Dus we winnen naast de telefoon. Heb je ook de sirenes nodig om mensen te informeren op het moment van dat er een grote crisis is. De minister van Veiligheid heeft gezegd dat ze wil kijken of er op sommige plekken nog een extra alarm kan bestaan naast NL-alert. Het oude luchtalarm stopt trouwens niet meteen. Tot het einde van volgend jaar zijn de sirenes nog te horen. In Europa is een grote legeroefening begonnen. Aan de oefening doen veel landen mee. In totaal oefenen meer dan 90.000 militairen hoe ze moeten samenwerken als er een oorlog komt. Het gaat om landen van de NAVO. In die organisatie zitten 32 landen en ook Nederland is lid. De NAVO werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Robert Schuman tekent voor Frankrijk. Minestofstekker voor Nederland. Een aantal landen sprak toen af om elkaar te helpen. De belangrijkste afspraak is dat als één land wordt aangevallen, alle andere landen meehelpen met verdedigen. Finland en Zweden zijn net lid geworden. Die landen liggen vlak bij Rusland. Door de oorlog in Oekraïne zijn de twee landen bang dat Rusland hen misschien ook aanvalt. De NAVO-oefening is de grootste oefening in een hele lange tijd. Nederland stuurt 5000 militairen en twee schepen. Die schepen zijn al een tijdje geleden vertrokken. Die gaan oefenen in het bovenste puntje van Noorwegen. Dat vertelt deze militair. Daar ligt heel veel sneeuw en onze mariniers die trainen daar ieder jaar. Dat noemen wij koudweertraining. Om uh, ja, te kunnen uh, oefenen en vechten uh, onder arctische omstandigheden. Dus in sneeuw en ijs. Wij gaan ze daar naartoe brengen zodat zij die oefening daar kunnen uitvoeren. En bij zo'n oefening wordt duidelijk of de legers van de NAVO-landen alles goed hebben geregeld. Is er bijvoorbeeld genoeg eten voor iedereen? Is er genoeg diesel voor de vrachtwagens? En doet iedereen wat hij moet doen? Maar er is nog een reden dat er zo'n grote oefening is. De NAVO wil laten zien dat de legers van de landen goed kunnen samenwerken als Rusland aanvalt. En dat is belangrijk om te laten zien dat we niet alleen met onze Nederlanders, maar met al die mensen, al die militairen van NAVO-landen laten zien tegen boze landen zoals Rusland, kom niet aan ons, want wij zijn er klaar voor. Legers van NAVO-landen oefenen vaker samen. Vorig jaar was er ook een oefening in Nederland. Toen liepen militairen door de weilanden en speelden een oorlog na. En later dit jaar wordt er weer in Nederland getraind. Dan gaan militairen oefenen om bruggen over rivieren te bouwen. Goed nieuws voor mensen met de ziekte diabetes. Een klein apparaatje kan ze helpen om hun leven makkelijker te maken. Het apparaatje is uitgebreid getest. En nu blijkt dat het werkt. Zo ziet het apparaatje eruit. Het is bedacht door een Nederlander en die heeft er heel lang aan gewerkt. Ik had zelf al tien jaar lang last van suikerziekte en letterlijk last. En ik, ik vond dat, daar, ja, dat ik daar iets aan moest doen voor mezelf in eerste instantie. En zo ben ik ooit begonnen met een apparaat bouwen bij mij in de schuur. En uh, na diverse versies zijn we waar ik nu ben. Het apparaat helpt bij mensen die diabetes type 1 hebben... Dat zijn er in Nederland zo'n 100.000. Het is een ziekte waarbij het lichaam geen insuline kan maken een belangrijk stofje. De ziekte wordt ook wel suikerziekte genoemd omdat er soms te veel en soms te weinig suiker in hun bloed zit. Patiënten moeten de suiker in hun bloed goed meten en soms extra insuline in hun lijf spuiten. Het kost mensen met diabetes veel tijd en energie om steeds te meten hoe het zit met de suiker in hun lichaam. En daar helpt dat nieuwe apparaatje bij. Een van de mensen die het apparaatje heeft getest is Anneke. Ik heb een kastje. Die zit hier. Ik zal hem even laten zien. Die is verbonden aan mijn lichaam. Ik heb twee sensoren op mijn benen. En die zorgen er dan voor dat hij weet: van oh, haar suiker is zo, haar suiker gaat omhoog ook, oh, dan moeten we reageren. De suiker gaat naar beneden, dan nou moeten we reageren. Het bijzondere aan het apparaatje is dat er twee verschillende stofjes in zitten. Um, als mijn suiker um, hoog is. Of hoger wordt, dan gaat hij insuline geven. Is mijn suik, wordt mijn suiker te laat, gaat hij bij voorbaat al glucagon geven. Dus hij reageert eigenlijk op de, op de uh, dingen die je lichaam aangeeft. De uitvinder heeft lang gewerkt aan het kleiner maken van het apparaat. Want de eerste versie was nog moeilijk mee te nemen. Hier is het ooit mee begonnen. In 2000, eind 2003, begin 2004. Zeg maar. ja, dit heb ik met een vriend van mij gebouwd. En uh, ja, toen zijn we meer gaan testen, gewoon op mijzelf. En zo, elk zoals het apparaat hier staat, zo werkt het nog steeds. Het apparaat had toen wieltjes, zodat je ermee kon lopen. Na veel veranderingen past het nu in je broekzak. Anneke is dolblij met de uitvinding. Dat zorgt gewoon voor dat je je veel energieker voelt en veel prettiger in je vel zit en ook de dingen kunt doen. Hè, de energie kunt gebruiken voor de leuke dingen. Dan dat je af en toe even vakantie hebt van het chronisch ziek zijn. Ja, ja en dat, dat zou ik anderen echt ook heel erg gunnen. Het apparaat is nog niet voor iedereen te krijgen die dat wil. Eerst wordt nog verder onderzoek gedaan bij een grotere groep patiënten. In dit journaal vertelden we dat de sirenes van het luchtalarm gaan verdwijnen. We legden uit waarom de landen van de NAVO een grote legeroefening houden. En we lieten zien dat een klein apparaatje mensen met diabetes kan helpen. Dat was het voor nu. Volgende week is er weer een journaal van de NOS in Makkelijke Taal.